Zonder sociale innovatie, of beter nog gezegd in het Engels social innovation, gaat Nederland en gaat Europa niet werken, laat staan beter werken. Social innovation, dat zijn concepten, producten, diensten die maatschappelijke waarde toevoegen. Die voorzien in sociale behoeften, maar die ook de handelingscapaciteit van de samenleving en de economie versterken. Kun je een voorbeeld noemen? Nou, je hebt bijvoorbeeld op dit moment, dreigen we in Nederland een afruil te krijgen tussen aan de ene kant sterke behoefte aan flexibiliteit, maar ook de noodzaak om productief te blijven. Nederland dreigt weg te zakken wat betreft productiviteit. Beide zijn belangrijk. Maar als je beide wilt realiseren, ja, dan moet je dus een combinatie maken tussen beide. Het beste van twee werelden. En dat vergt social innovation. Wat heeft het voor impact op de arbeidsmarkt? Nou ja, juist die arbeidsmarkt is zo'n domein waar social innovation enorm belangrijk is. Want op die arbeidsmarkt wil je de dynamiek faciliteren. Je wilt de koek groter maken, heel belangrijk. Want het zit in een slechte situatie. Het aantal banen, het aantal vacatures neemt dramatisch af. Tegelijkertijd wil je een heleboel mensen weer terug aan het werk krijgen. Ook mensen met een beperking. Nou, dat is een enorme uitdaging. We beloven dat politiek wel. 125.000 mensen met een beperking moeten aan het werk komen. Maar we hebben geen enkel model tot nu toe om dat te realiseren. En als je dat wilt, die uitdaging, ja, dat vergt nou een benadering die we social innovation kunnen noemen. Kun je een voorbeeld geven van hoe dat in de praktijk uitziet? Nou, kijk, in de praktijk bijvoorbeeld dat idee, die koek moet groter op de arbeidsmarkt, om die arbeidsmarkt inclusiever te maken. Dan is het innovatief om te kijken, hoe zou je dat kunnen doen? Kun je in Nederland niet weer meer maakwerk laten ontstaan? Meer een ambachtelijke economie? En wat interessant is en innovatief is om te kijken of je dus werk waarvan je dacht, dat kan hier niet, want dat is verhuisd naar de lage loonlanden. Of werk wat we uitbesteden, of werk wat al in die lage lonenlanden zit, om dat toch weer in Nederland van de grond te trekken. En ook werk terughalen uit Azië. Obama noemt dat bringing jobs back home. En dat kan, want die globalisering zit in een nieuwe fase. En we kunnen nieuwe afwegingen maken om in Nederland weer bepaald type werk te ontwikkelen. In Tilburg is nu een initiatief ontstaan, samen met de gemeente. Wat voor een tijdspanne praat je dan over? Nou, dat initiatief in Tilburg, dat is eigenlijk ook weer een hele concrete vertaling van social innovation. Wat we daar willen doen, is een instituut opzetten. Je kan het ook een inspiratiepark noemen, waarin wetenschap, maar ook entertainment, infotainment, overheden, bedrijven bij elkaar komen om mensen inzicht te geven in die veranderende arbeidsmarkt, in de consequenties van keuzes, van loopbanen, die veranderende wereld van werk. Dat is eigenlijk ook een initiatief onder die vlag van social innovation, maar dan gericht op het grote publiek om eigenlijk datgene in beeld te brengen wat voor mensen eigenlijk een van de allerbelangrijkste keuzes in hun leven is, namelijk de keuze voor werk. En die keuze voor werk zal steeds meer veranderen. Die kan je niet voor eens en voor altijd maken, want mensen gaan langer werken, die arbeidsmarkt en economie zijn veel dynamischer en daarmee willen we mensen eigenlijk een handvat geven om die betere keuzes te maken. Binnen wat voor termijn kun je zeggen dat het project in Tilburg een succes is? Nou ja, kijk, dit is iets wat dus een heel groot initiatief is. Waarvan je hoopt dat de komende, nou zeg, 3-4 jaar te realiseren valt. Want je gaat echt een gebouw neerzetten, je gaat bedrijven bij elkaar brengen. Maar het denken wat daaronder ligt, de kijk op die arbeidsmarkt, ja, daar werken we natuurlijk nu al aan. Ook wetenschappelijk en met die actoren. Maar we hopen binnen een paar jaar ook een instituut te realiseren waar mensen daadwerkelijk ook die ervaring van die veranderende arbeidsmarkt en die loopbaankeuze helemaal zelf tot zich kunnen nemen. Je zegt 3-4 jaar, dat heb je nog tijd zat, want de crisis is dan nog lang niet voorbij. Die crisis is niet voorbij, want die crisis is niet een crisis die dan op enig moment voorbij is, maar is een transformatie. We belanden in een nieuwe fase waarin de zaken niet meer lijken zoals het was. En we gaan naar een nieuwe normaliteit toe, de new normal. Dus wat dat betreft is dit een keerpunt en moeten we met name zorgen dat we zo goed mogelijk dat keerpunt kunnen maken.